Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en jij kijkt naar een nieuwe aflevering van Mario Kart Wii. Ik heb net even het wachtfilmpje gezien, weet je wel, ben ingedeeld bij wat sukkels. En die sukkels waren een potje aan het spelen en ik kan niet halverwege een potje meedoen, want dan word je sowieso laatste. Je kent het gezeur wel. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mario Kart Wii. Het is nu 20 voor 10 en ik begin nu pas met de video opnemen. Van al deze mensen heb ik de hoogste rating. Dat moest even gezegd worden. Vandaag was wel een leuke dag, ondanks dat ik zo meteen echt nog hardcorder aan wiskunde wil dan dat ik daarvoor heb gedaan. Welke level zal ik eens uitkiezen? Ik doe al Ghost Valley al, dat ik laatst de vorige aflevering voor mij ook al gedaan. Freeway! Die hebben we nog niet gedaan volgens mij. Ofwel, ik weet het niet meer, dat is de 9e aflevering, denk ik. Dus ja, dan ik begin ook een beetje dement te worden, weet je wel. Dat mag gewoon ook. Vandaag was een heel aparte dag, want ik had in principe tegen mijn miodder, die had gisteravond gevraagd, hey Rick, hoe laat moet ik je wakker maken, want meestal snoes ik toch allemaal wekkers in het weekend en ik wou op tijd aan mijn wiskunde. En ik zei na 10 uur, dat was ook echt een maximum, ik wilde eigenlijk al voor 10 uur eruit. Maar, omdat ik een sukkel ben, ging ik 10 uur eruit. Dus ik had 3:30 in de wekker, ben nog een beetje in mijn bed liggen, had een hele rare droom over Miu-monteur en kwantummechanica. En die viseerde, waardoor Miu in één keer een kenner was in kwantummechanica. Want ja, Miu-monteur is toch een beetje kenner in alles. Oh mijn god! Jezus op rolschaatsen. Oh fuck, ik had hem kunnen hebben. Nee, niet nu! Niet nu! Ik kan het er niet bij hebben. Nee. Dit is kut. Ik heb niet echt even zo'n pretraket nodig. Ik sta in ieder geval geen laatste. Aan de zonnige kant. Ja, daar komt dus zo'n pretraket langs. Maar ik heb het helemaal gehad. Ik ben in één keer 10e. Oh, wat een zuigend geluk zeg. Nooit geweten dat geluk zo kut kon zijn. En gewoon zo tegen me. In ieder geval, 10 uur kwam... Kijk, nou gaan jullie... Nou krijgen jullie het ook hoor. Nou krijg je het. Oh, wat jammer nou dat jullie allemaal klein zijn. En ik ben zo groot. Hé, gatsiderry. Iemand zei trouwens ook in de comments dat ik meer wheelies moest trekken. Want dan ga je sneller van. Ja, ik kan niet zeggen dat het niet zo is in ieder geval. In ieder geval, 10 uur ging de deur van mijn kamer open. Ik dacht, oh, het zal mijn miodder wel zijn. En ik werd gewekt uit mijn droom over Miu-monteur en kwantummechanica. Wat natuurlijk altijd een goede droom is, dat mogen we niet vergeten. En toen stond Anouk in één keer bij mijn bed. Met een lekker ontbijtje zelfs, dat ze gehaald had. Dat vond ik zo leuk. Dus die zijn mij helemaal als een verrassing. Anouk is dus mijn vriendin, dat weten de meeste mensen wel. En dan krijg ik zelf ook zo'n powerblokje. Oh nee, dat laat gewoon zien wanneer het ingaat. Oh, er ging er eentje flink op zijn bek. Oh, wat jammer nou. Oh, wat een sukkels zijn jullie. Gelukkig ben ik bijna bij. Dus ja, Anouk is speciaal vanmorgen 5:30 opgegaan om helemaal met de trein hierheen te gaan, zodat ze mij om 10 uur 's morgens kon verrassen. Nou, dat vind ik toch wel heel lief. Dus ja, dat vond ik een hele leuke verrassing. Ik zat zelfs een lekker ontbijtje voor me mee. Dus mijn dag begon in ieder geval goed. En ja, ik heb het wiskunde eigenlijk alsnog heel erg uitgesteld. Ik heb een XO gameplay opgenomen. Ik heb wel wat gedaan hoor. Ik heb de eerste paragraaf begrijp ik nu helemaal. Begrijpen was vooral het moeilijkste. En nu als ik helemaal echt opgave moet doen, ga ik er redelijk doorheen, omdat ik het idee begrijp. De grote lijnen. En ja, zo meteen ga ik daarmee mee verder. Oké, even een blue shell. Oké, iemand gaat heel hard op zijn bek. Oh, precies op het... Oh, je gaat hard op je bekpunt. Dat is minder. Wow. Ik ga die turbo gebruiken hoor. Als ik nu dreig dood te gaan bij zo'n jump hier. Oh, wat? Ik sta tweede. Oh, shit, Ruby. Ik heb heel erg kut nieuws voor je. Kijk, die denkt nu... Oh, ik ga winnen. I'm gonna win. Nee, Ruby, kut. Nee, Ruby. Ruby. Oké, tweede. Nou ja, dat is mijn dag. En dat is eigenlijk de eerste keer dat Anouk me zo verrast heeft. En ik hoop het zo vaak. Dat Anouk in één keer bij me thuis voor de deur staat. Maar ja, het is niet zo. Nadelen van een lange afstandsrelatie. Tja. Ik heb Anouk wel al een keer verrast. En dan moet ik het vaker doen natuurlijk. En nou moet het wekelijks worden. Het zal wel leuk zijn. Dan spreken we gewoon niet meer af. Dan staan we gewoon opeens bij elkaars huis. Het is wel een beetje irritant als die ander dan niet thuis is. Hij heeft 2,5 uur in de trein gezeten. Dat kan irritant zijn. Nog even plus 58 ranking. Gooi het er maar bij. Fucking Ruby. Je verdient het niet. Ik had een mushroom, Ruby. Ik had af moeten snijden door het gras. Ik weet het. Toen we naar Keulen waren met Banyantown, was ik op de terugweg. Was ik bij Anouk geweest. Terwijl ik eigenlijk naar huis kon. Maar niet gedaan. Dus ja. En binnenkort heb ik al vakantie en Anouk niet. Dus ja, dan weet je. Wie weet. Misschien komt ze van school thuis en dan ben ik in één keer naakt op de kamer. Dat wil geen enkel meisje. Geen enkel meisje op de kamer en mij naakt. Nee. Je denkt misschien, als je nu kijkt als vrouwkijker, die om een of andere reden mij seksueel interessant vindt. Oh, dat wil ik wel. Als het eenmaal zover is, dan denk je echt nee. Ik wil het eigenlijk toch niet. Dat is mijn hypothese niet. Ik heb het nooit getest.
ben nooit daadwerkelijk bij vrouwelijke kijkers naakt op hun kamer geweest. Als verrassing. Niet als verrassing. Kijk, ik heb ook een lepel. Oh, chill. Dan kan ik proberen zo zijn met dat, nu we toch aan het wachten zijn, zo, dat die lepel dan op mijn neus staat. Ja, ik kan het wel zo doen, maar het een beetje vals spelen, hè. En het is een lange lepel. Kut, dat werkt niet. Je moet sowieso vochtig maken en dan blijft hij beter plakken. Oeh, ze hebben mijn track gekozen. Ja! Ik heb ook mijn Serpent Gameplay sweater aan. Ik heb bijna altijd mijn Yolo Rock polo aan. Maar deze is ook best wel cool. Dit heeft een heel hardcore patroontje op. Eerst had ik echt een ontwerp dat echt heel kinderachtig was. En die bedoelde ik vooral, het waren gewoon wat slangetjes. Het zag er veel te schattig uit. Dit is wat meer hardcore. Wow. Het zijn dan wel kinderachtige cartoony slangetjes, maar ze zijn wel schattig. Volgens mij heb ik Maple Tree wel al een keer gedaan in een video, maar dan kennen jullie ook mijn strategie. De strategie. Ja, het probleem is, ik heb hem namelijk verteld in een video, dat weet ik zeker. Alleen, ik was ook aan het livestreamen. En ik heb nu trouwens een perfect voorbeeld van hoe mijn strategie te werk gaat. Mijn strategie berust op het feit dat je dus eerst heel eventjes laatste staat, zoals ik net ook stond, door die afsnijroute, omdat je door dat langzame stuk gaat. Oh, ik viel even, dacht even dat ik ging vallen. En dan sta je laatste, en dan krijg je een heel goed item. Zelfs soms een raketje, weet je wel, een bullet bill raket. En dat is fijn. En dan sta je in keer tweede, zoals ik net, en heb je nog steeds het goede item. En dan sta je dik eerste, dus ik zat het. Oh, oh, fuck! Ik ging samen met die andere persoon de bocht uit, we allebei zoiets van, zullen we remmen? Nee, daar haalt die andere me in, dat ga je niet doen, en dan sta je tiende. Die andere persoon ging ook de bocht uit. We hebben allebei geleerd van onze fouten. Weet je, ik stond eerste, met een nadruk op stond. Geen hebben zo'n dikke raket. Oh, what the fuck? What the fuck? Ik moet later anime stemmen inspreken. Mijn stem klinkt zo Japans, Chinees. What the fuck? Chin-chan hentai. Nou, ik weet het zelf ook niet hoor. Wow, er is iemand over de finish heen. Ruig! Wow, 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 wat gebeurt daar? Dat was niet, daar plande ik dus echt totaal niet op. Dat mag je ook weten als kijker. Dingen waar ik, als ik, soms doe ik gewoon, ah, oh, dat was de bedoeling. Maar deze keer was ik gewoon echt serieus verrast dat dat werkte, want dat was niet de bedoeling. Ik sta vijfde. Dat is een ranking waarmee ik kan leven. Maar ik zou toch liever op de eerste plaats me bevinden. En ik sta weer zevende. Ik dacht net, jee, het leven is mooi. En toen, nee hoor, het leven is helemaal niet mooi. Het leven is gewoon hartstikke matig, Rick. Die keer dat je dacht dat het leven mooi was, was gewoon een grap van het leven. Oh, jongens toch. We zijn er al. Oh, fuck. Fuck. Ik ben weer eventjes mijn Chinese alter ego. Fuck. Ik heb woede in me. Het zit gewoon iedere keer niet mee. Vorige potje. Nee! Oké, ik heb deze keer maar het gas even losgelaten. Op advies van mezelf, eigenlijk. Ja, toch wel. Het gaat niet echt optimaal, nee. Weet je, optimaal. Oké, ik sta weer vijfde. Vanaf vierde kan ik ermee leven. Ja, ik weet niet wat er anders gebeurt. Het is niet alsof ik anders doodga of zo als ik vijfde word. Maar als ik vierde word. Oh, what the fuck? Waarom haat iedereen mij? Waarom? Ik heb jullie nooit wat misdaan. Ik had alleen ster. En weet je toen ik net ster had? Ik heb niet eens iemand aangereken. Had jullie allemaal kunnen damagen? Niet gedaan. Toen viel ik en toen begon het allemaal. Ah, Ricky stond even eerst. Laat hem je leven heel kut maken. Nou jongens, kut, waarom deed ik dat? Ik zag een ster, ik zag een banaan. Ik dacht, snel, zet ster aan, dat werkt. Geen idee waarom. Nou maak ik jullie leven zo weer een tijdje kut. Nou ga je het krijgen. Als je mij boos... Oh mijn god, jullie pakken mijn items af. Jongens, die items moet je delen. Dit is... Waarom koos ik dit level? Ik haat mezelf het meest. What the fuck is dit? What the fuck? Honden aids? Ja! Sowieso! Oh ja, daar ga je. Hoppakee. Voor mij viel die vent vanaf, maar hij leeft nog. Oh nee, hij is weg. Nu is hij dood. Goed zo. Nou, ik denk dat die vierde plekken niet meer in zitten in ieder geval. Of, toch wel. Ik ga even die schouder deze turbo's gebruiken. Oh fuck, die vent had een groen schild. Meerdere groene schilden zelfs om zich heen circuleren. Nou, ik sta vijfde in ieder geval. Dan kan ik nu voor nu ook mijn leven aangezien. Ja, al die nakkers hier en daar. Die weten me nooit, hè? Oh, ik kan even dit rode schild naar hem gooien. Oké, het is te laat, of niet? Oh, als ik het iets eerder had gegooid, dan had ik misschien nog vierde kunnen worden. Had ik gelukkig kunnen zijn. Moet af en toe mijn haar even zo doen. En zo, en wow. En misschien moet ik nu een Instagram foto maken van mijn scherm. Opnames, klik. En dan denk je hierna, wow, ik ga naar Instagram. En dan ga ik die foto liken. Maar voor mijn gevoel, ik volg drie mensen op Instagram. Anouk, Bardo en Yuri momenteel. En Jordi ook, vier. En die posten allemaal echt één foto per dag, max. Anouk heeft er in 2 jaar 5 gepost. Jordi heeft er in misschien een half jaar 30 gepost. En ik post er 4 per dag. Want eerst was ik heel anti-Instagram en heb ik het helemaal, vind ik het vet leuk. Alleen ja, als alle andere mensen er maar eentje per dag posten,
is een beetje zoals Facebook, weet je. Op Twitter is het heel normaal als je 30 dingen per dag post, maar op Facebook niet. En misschien is op Instagram ook wel etiketten om gewoon één kutfoto per dag te posten. Ben ik opeens weer de rare van iedereen. Die het hele ding vol spamt. En dat wil ik niet. Ik heb zin in Bowser's Kasteel. Als iets kut gaat worden, moeten ze me nu mijn stem laten gelden. En waarom zoveel Mushroom Gorge? Dat level's helemaal niet leuk. Heel raar op mijn hoofd nu. Het is een feit. Sorry dat deze video trouwens zo laat is. Maar ja, beter dan niks, hè? Beter dan kattenpis. Wow, kattenpis. Wow, oh, wow. Ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Dit level is echt gewoon de definitie van kut. Je gaat zo zien wat ik bedoel. Dus echt zo'n probleem dat ik met deze map heb en de vorige... Alle drie die maps hebben punten waar je van de map af kan vallen zonder er ook maar iets aan te kunnen doen. Dus gewoon als iemand op het juiste moment een item gebruikt, dan flikker je gewoon keihard van de map af. En dat vind ik kut, dat vind ik oneerlijk. Van de map afvallen moet gewoon komen omdat je gewoon slecht bent in het spel. Dat is van de map afvallen. Andere items, weet je al, rood schildjes, ja. Niet iedereen is even goed en je moet toch de mensen die wat slechter zijn ook een keer een kans geven om te winnen. Want anders ging het puur, kijk, dit is zo kut. Moet je dus dit doen. Woo, yeah, wat leuk! En dan moet je zo en dan... Ik wil niet dood. Mag ik alsjeblieft niet dood? En dan ga... Oh. Dan ga je dus ook niet dood. En dan ben je dus gelukkig. Maar het gebeurt ook zeker heel vaak dat je daar dus wel dood gaat. En dan val je dus heel hard. Dat is niet fijn. Ik sta vierde. Oké, dat kan mijn leven. Ik zie ook namelijk de drie mensen die mijn vierde plek verpesten. Zie ik gewoon recht voor me staan. Eentje is juist keihard gepletterd zo'n blokje. Oh, nee. Oh. Oké, zesde. Dat is niet zo goed, Rick. Je moet even wat aan je houding werken. En dan ben je toch weer vijfde. Oh, ik ga gewoon te hard door die bochten, joh. Ik ga hard door die bochtjes. Oké, nou. Ik ga... Oh, wat? Dat was lullig. Ik was net even wheelie aan het trekken. Maar als mensen dan tegen je aanbotsen, dan word je afgeremd. Dat is gewoon heel irritant. Oh nee, als mensen nu in de lucht geraken door het sterrenmannetje, dan ben ik ook niet gelukkig. Wat deed die persoon? Wat? Ik ben... What? Het gaat even allemaal te snel, hoor. Weet je, soms wordt het gewoon even te veel voor me. En dit is gewoon een van die momenten dat het gewoon even... Oh, deze bocht. Oh, deze bocht. Ik wou niet uit de bocht vliegen. Want die ging best wel snel. En ja, ik ben niet uit de bocht gevlogen. Fuck! Wat? Echt, het enige hoe ik gewoon de momentele gebeurtenis iedere keer kan beschrijven. Mensen beuken met mijn rug in en ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar ik neem iedere keer damage of ik word geplet en ik weet gewoon niet waarom. Dat is raar. En allemaal mensen voor me, die worden allemaal, gaan om een of andere reden allemaal heel langzaam. Die hebben ook... Het is gewoon heel raar. Oh, wow, rustig. Daar heb ik niet... What the... Ja, even normaal, Fred. Even normaal. Oké, nou. Gelukkig ben ik zevende. Een waardevolle plek voor een goede speler zoals ik. Je zou kunnen zeggen dat ik deze video iets minder presteer dan de vorige video's. Wow, sterf pikken. Sterf aan mijn sterfelijke sterfelijkheid. Oh, wow. Daar ga je. Oh, wow. Waar kom jij nou weer vandaan, man? Player. Wat een player ben jij toch. Woo, laatste ronde. En ik sta zevende. Ik heb er zoveel zin in. Ik haat mijn leven. Dat sowieso. Woo, ik had eens beter kunnen bewaren voor die. Woo, ik kut. Woo. Deze bochten zijn best wel scherp. Woo. Ja, nee, je moet je niet doodgaan, Rick. Oh, ja, ik heb hem maar zo genomen. Weet je, dat is de enige manier waardoor ik er niet uitvlieg. Oh man. Oké. Oh, ik dacht even dat ik echt wel in ranking gestegen was. Maar nee. Oké, minder zelfs. Fuck! Ik wou net die paddenstoel gaan gebruiken. Krijg ik deze bullshit? Oh man. Die kun je trouwens gewoon zo. Dat gaat best wel sneller, denk ik. Ik weet niet. Maar voor mij voelt het deze potjes echt alsof ik zoveel bullshit tegen me in heb. Gewoon, ja. Weet je, momenteel zijn ze zelfs goed als in Nederland aan het vergaderen. Weet je, oh, kerntop. En oeh, kernfusie, kernspriting, kernwapens. Oh nee. En weet je, eigenlijk gaat het gewoon over hoe gaan we Rick kutten. Oeh, gelukkig viel ik daar niet in, want daar kun je zeker in vallen hoor, geloof mij maar. Ik zeg dat je erin kan vallen, oké. Nee, hij trok opeens een wheelie. Je moet geen wheelie trekken, Waluigi. Daar is het niet voor. Oh, fucking fuck. Als hij nou geen wheelie trok, is mijn leven niet kut nu. Ja, nee. Precies, ja, nee. Ja, daar gaat mijn ranking. Ik stond nog een keer tweede en toen deed ik helemaal... Wow, ik ben de beste. Ik had eerst kunnen worden en shit. Nee. Dan gaat het spel even laten zien hoe slecht je eigenlijk bent. Ja, dat merk je. Ik voel me zo slecht van binnen nu. Ik kon ook al die lepel niet op mijn neus. En ik moet nog zoveel wiskunde doen.
Deze mensen zijn gewoon echt kinderen van Satan op de wereld afgestuurd om mij te ruïneren. Nou, zal ik Rainbow Road kiezen aangezien ik toch altijd mijn zin krijg? Nee, ik ga lekker voor Mario Circuit 3. Hartstikke leuk. Nou, dan gaan we even een andere Bowser Castle doen die ook heel hartstikke kut is. Nou, hier. Even kijken of ik altijd mijn zin krijg. Er is een boekje, dat heet mijn vader, dat heet I Always Have My Sin. Prachtig boekje, of I Always Get My Sin, volgens mij. Dan een boekje van een vrouw, een zakenvrouw, en die ging dan veel naar het buitenland met Nederlanders die dan Engels moesten praten. En die zeiden dan gewoon echt letterlijk Nederlandse spreekwoorden en zo vertaald. Of Nederlandse woorden gewoon letterlijk in het Engels gezet, maar waardoor ze een hele andere betekenis krijgen. Daarom is I Always Get My Sin, als in ik krijg altijd mijn zin. Maar in het Engels is dat iets van I always get what I want. Het is niet I always get my sin. En nog een keer Mushroom Gorge. Waarom ook niet, weet je? Die zit toch in de helft van de video. Dat is origineel. En een van die dingen was bijvoorbeeld may I thank your cock for the lovely dinner. Ja, dat is mooi dat iemand dat zegt. Geen idee hoe ik daarbij kom opeens, maar dat is een leuk boekje. En er stond ook bijvoorbeeld in may I thank you from the bottom of my heart and also from my wife's bottom. Ik zal het even vertalen. Dus eigenlijk mag ik je bedanken van de bodem van mijn hart, maar ook van mijn vrouw's bodem. Alleen dat ze dan hij bedoelt de bodem van haar hart. Maar bottom is in het Engels ook eigenlijk je kont. Dus mag ik je bedanken van de diepste van mijn hart, maar en ook van mijn vrouw's kont. Dat soort dingen. En denk ik, ja, dat zijn wij Nederlanders. Ik zei eerste? What? What? Nee, gauw kan dit. Wie heeft er lopen hacken, jongens? Welk van mijn kijkers heeft even een cheat engine aangegooid? Ik sta niet laatste. Ik sta eerste. Dit is even compensatie, hoor. Dan moet ik even laten zien dat ik wel goed ben in dit kutspel. Woo! Pop die Willy. Pop hem, pop hem, pop hem. Voor mij is dat nog best wel een afstand tussen mij en de nummer 2. Ik heb in ieder geval bananen achter me aan. Dus rode schildjes kunnen mij niks maken. Tenminste, daar hoop ik. Daar heb ik het voor gekocht. Zal ik een banaan op een van die paddenstoelen neerleggen en hopen dat zo'n sukkel eroverheen valt? Oh, dan ga ik lachen, jongens. Waarschijnlijk komt er zo meteen nog weer een blue shell aanvliegen. Net terwijl ik op die paddenstoelen zit. En ik zit daar zo van, kan ik je wat aan doen, dokter? En de dokter zegt, nee, het is terminaal. En daar is hij al, gelukkig. Net nog voor het punt dat ik helemaal dood ga. Maar hij staat wel in één keer 5. Dan weet je ook weer hoe kut je leven is, weet je wel. Je wordt in ieder geval herinnerd aan je kut leven. En dat is het belangrijkste. Ik hoop dat een van deze mensen valt. Ik hoop dat je valt, Rudy. En je valt ook. Tjo, Rudy toch. Oh, deze mensen zijn allemaal klein. Wat raar. Ik ga die meer halen, of wel? Woo! Nee, oh, ik ben onder stroom gezet en nu ben ik klein. Nu word ik ingehaald door Walid. Walid, oh man, Walid. En ik stond naar de eerste, weet je. Gewoon, dit is in... Wat, dit is alweer rond de derde ronde? Hoe kan dit? Hoe kan dit zo zijn? Ik voel me niet fijn en hoe kan dit zo zijn? Ik ga proberen op die mushrooms, ga ik een bom gooien. Dit wordt echt de grootste terroristische aanslag sinds... Ja, wat zei ik al grote... Ik ga geen, nee, dit is, ik kunnen ongepaste grappen kunnen hier gemaakt worden. Maar, vandaag is niet ongepaste grappen zaterdag, zondag, want het is wel zaterdag, kut. Niet mezelf tegenspreken. Oké, nou moet ik hem gooien. It's now or never. Oké, dan moet ik hem eigenlijk nu gooien, want anders is, ja, nu! Gooi! Kut! Nou, dat was leuk bedoeld. Yay, 2 keer dezelfde track en, oh ja, mijn lever. Mijn lever, ik weet eigenlijk niet eens waar mijn lever zit. Hier? Zeg maar, zit dat hier? Zo, een beetje bij je buikje zo, onderaan. Denk ik. Ja, joh. Pff, waarom ook niet? En mijn rank gaat weer min 7. Dat bewijst wel hoe fantastisch goed ik ben. Ja, weet je, je kan ook Chimuelo zijn, want ja, die gaat min 99. Denk ook Muelo, probeer het nog. Probeer dat rankje nou wat hoger te krijgen, man. Maar, nee, hij wil niet. Kan iemand zo trouwens hebben berekenen of al die plus en minnen, of die dan, zeg maar, samen 0 worden, want dat vraag ik me af. Dus het is helemaal zo dat iedereen begint met 5000 punten en als ik er 1000 heb, weet ik dus dat allemaal andere mensen dus allemaal bijvoorbeeld eentje missen. 1000 mensen missen 1 punt, bij wijze van statistiek. Werkt het dan zo? Of is het gewoon dat ook punten geschept worden in de game? Dat zou ik minder leuk vinden namelijk. Want nu geeft 6000 punten wel een status, dan ben je wel beter dan de gemiddelde persoon. Als je 5000 hebt, ben je een gemiddelde persoon. Nou ja, dat vind ik wel leuk. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken als je hem leuk vond en als je boos bent, moet je gewoon je shirt over... Oh, dit ziet er best raar uit. Waarom neem ik mijn video's niet automatisch zo op? Ik ben zo veel aantrekkelijker. Even kijken voor deze aflevering. Vergeet niet te liken als je hem leuk vond. Doei!